De huidige nummer 3 van de Tour de France woont met fiets en gezin in Monaco. Maar de geboorteplek van Steven Kruijswijk vindt zich dichter bij huis. Namelijk in Nuenen. In Café de Stam volgen lokale fans hun dorpgenoot op de voet. Ja, Steven is natuurlijk een Nuenenaar en van vroeger uit hebben we hier Steven altijd gesteund. En ja, dat gaan we natuurlijk nou dit jaar ook weer doen. Donderdag staat een pittige bergetappe in de Alpen op het programma. 6 zware uren voor de renners. En ook voor de fans. En vandaag is het natuurlijk extra zwaar, ook voor ons met 40 graden buiten. En binnen is het niet veel cooler. De Tour loopt op haar einde. Nog 2 bergetappes en dan is de finish in Parijs. Kruijswijk moet nu dus nog even vlammen. Maar de fans zijn verdeeld over zijn kansen. Nee, als het eerlijk gaat, Steven heeft hier 10 dagen gefietst. Dus hij kent het parcours. Dan heb je toch wel kans dat hij vandaag of morgen in het geel is. Ik hoop dat je wint. Maar ik ben er bang voor. Ik denk dat hij de explosiviteit mist van bijvoorbeeld een Pinot of een Bernal. Ik schat die kans in op ongeveer 20%. De Nuenense wielervrienden hebben wel één grote wens. En dat is dat hij gewoon op het podium komt in Parijs. En als het even kan, als nummer 1 in het geel. Trots kunnen ze sowieso wel op hun dorpgenoot zijn. Kruijswijk koerst hoe dan ook af op een hoge positie in het eindklassement.